mensen, dat ik kijk naar jullie via mijn kanaal. Dit is weer een andere video. Ja, jullie zien me normaal gezien. Ja. Ik film af met mijn oude gsm, mijn werk gsm. En jullie zien het vast aan de titel, dat weet ik niet. Maar ik zal wel eens zien wat ik ga doen. Maar, ja, titel zien jullie uiteraard wel, titel moet ik ingeven. En dat zegt. De titel aan het je zien, dat klopt ook, dus ik weet geen niks snap. Ik zal even uitleggen. Dus, even een verhaal. Ja, kon ik al samengevat, Minecraft server, oftewel mijn Minecraft wereld, is gone lusu, oftewel verwijderd. Door de, het zelf is ook door de, ja, van waar de server op aangemaakt, die hebben dat je verwijderd. Ik zal uitleggen. Je weet dat ik in. In de grote vakantie ergens ben ik tijdelijk gestopt met YouTube. Ben er nu weer uiteraard. En toen was het eigenlijk ook volgens mij al verwijderd in die vakantie. Dat ik juist zo in september zo zou ik terug beginnen. En ja, en in het eind van de vakantie was die verwijderd. Maar ja, ik heb dus gezegd, omdat ik Minecraft Survival dan en niet echt zo meer graag in wil. En dan, ja, ik deed het wel altijd aan tijden dat ik gewoon een tijdje deed om voor jullie video's te hebben. Niemand wou er meer aan meedoen die Minecraft had. Of die kon er niet aan meedoen, door het niet mocht van hun ouders of zo. Of, ja, of ze konden of ze wilden dat niet meer. Dus dan deed ik de laatste paar afleveringen deed ik dat zelf. En ja, toen blijkbaar heeft Atronos, wat ik die server op heb gemaakt, heeft iets van als je een tijdelijk, of gewoon een tijdelijk servers niet meer opstart, je server niet meer opstart, wordt er verwijderd. En dat komt omdat ze geen inactieve servers meer willen hebben. Er dus geen servers die niet meer worden opgestart, die verwijderen ze dan gewoon. Ja, ik heb dus tijdelijk besloten, heb ik ook in de eerste video zo wat gezegd. Of in een paar video's gewoon even tussen de nagels heb ik het gezegd van tot ik tijdelijk geen Minecraft meer inspeelde, maar ik wist niet dat hij dan verwijderd kon worden. Dus ja, dus heb ik tijdelijk geen Minecraft weer gespeeld. Ik dacht, ik wil eens een Minecraft Survival opnemen. En voordat ik het is ook echt gewoon misschien een maand geleden dat dat is gebeurd. Of ja, tot ik erachter ben gekomen. Dus daarom is deze video ook wat later. Maar, ja, het is een latere video. Maar ja, het is toen ook, dacht ik, ik ga nog even kijken wat het met Minecraft Survivor dan is. Of dat we heel veel moeite over hebben gedaan. Ik was uitgelogd, dat is vaak, hè, als ik al tijdelijk er niet meer op ben. En ik ging kijken, ik dacht, er stond geen server. Hoe kan ik mijn server opstarten? Ik vroeg het aan Bjarne, Bjarne kende er wat van. En Bjarne heeft mij dan uiteindelijk verteld dat het zo is, dat de server kan verwijderd worden. Dus, ja. Ja, tot mijn server verwijderd is. En ik had ook in mijn mail gezien, blijkbaar via mijn mail, hadden ze ook gestuurd van tot mijn server was verwijderd. En niet van, kom nu, online morgen of zo wordt hij verwijderd. Geen waarschuwing. Nee, het raakt bam, verwijderd. Ik heb geen andere mail teruggevonden van, ja, over een week, over een dag wordt de server verwijderd als je hem nu niet opstart. Dat zou ik dan wel eerder doen als ik Atronos beheerde, maar. Dus dat is het zo'n beetje. Ja, en dus dan ga ik even opnemen. Ik vond de server niet, Bjarne bellen en die zei, ja, je server is verwijderd, dus. En hij zei ook wel, ja, als het ooit, omdat we nu weten dat Atomos dat doet, en als er dan ooit nog een nieuwe Survivor zou starten, Season 2 dan, dan zouden we een backup kunnen maken en dan via dat programma dus dan zou ik zo kunnen zorgen als het verwijderd wordt dat ik nog die server en alles heb. Dus ja, dat is dus en het is ja, het is jammer. Dus dan weten jullie dat voorlopig komen er even geen Minecraft Survivors, want ik weet dat Atomos dat doen. Ik ken geen andere website wat dat je servers kunt maken en opstarten. Dus ja, kort samengevat, Minecraft server is gewoon lusu en verwijderd. Tijdelijk geen Minecraft Survivors meer. Ja, ik denk, hij is Survivor aan het doen, want Skyblock ben ik nu ook aan opname doen, van ik mee bezig dus. Dus ik hoop in ieder geval dat jullie dit leuk vonden. En of ja, gewoon tot jullie nu weer up-to-date zijn en weten wat er aan anders van de Minecraft Survival. En ja, Skyblock is nu voor mij
Nee, eergisteren de eerste video. Enfin, nee, de tweede aflevering eigenlijk, maar dan toch de tweede. Ja, tweede aflevering, maar wel even lang. Is wel even redelijk lang geleden. Dus bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende video. Dat is weer een andere video, maar. Dus later. Mag eens over, zeg. Maar Skyblock komt eraan en Driving Empire en zo nog.